stuntman Remy Jurjenne is donderdag overleden aan het coronavirus. Hij was vooral bekend door zijn stuntwerk in de James Bond films met Sean Connery en Roger Moore en voor de film The Italian Job. Hij is 90 jaar geworden. Sinds januari lag Jurjenne op de intensive care in het Franse plaatsje Montargis. Wat sowieso ging gebeuren, is nu gebeurd, vertelt een familielid aan AFP. Hij verliet ons vroeg in de avond. Het was voorspelbaar, hij lag aan de beademing. Tekst gaat verder onder advertentie. Het stuntwerk deed de Franse Jurjenne vooral met de auto. In totaal was de stuntman in zo'n 1400 films en reclames te zien, waaronder 6 James Bond films. Buzzelets Blokkade.